Hallo, ik ben Leonie van Mine Spruiken. Ik ga jullie vertellen hoe je het beste een echt haarwerk kan wassen. We hebben hier een haarwerk van echt haar met lengte. Wat het verstandigst is, is om het eerst goed door te borstelen. U maakt het haarwerk vast op een piepschuimkop met fijne dunne kopspeltjes. Daarna borstelen we hem goed door. Waarvoor vinden wij het fijn dat u hem op de kop op een piepschuim hoofd wast? Omdat het haar dan net als wat we bij onszelf hebben, van boven naar beneden nat wordt. Dit is eigenlijk de natuurlijke valling van het haar. Nadat het goed doorgeborsteld is, kan u het in bad, in een gootsteen, dat is het makkelijkste werken. Net als in uw eigen haar moet u het water niet te warm maken. Eerst goed het water over het haar laten stromen. En het dient altijd 2 keer gewassen te worden. Met de producten die wij u geadviseerd hebben. We gaan van boven naar beneden. Zodat het haar goed naar beneden blijft hangen. En zeker met blond haar is dit heel belangrijk, want dat kan gewoon veel makkelijker klitten. Hoe donkerder het haar, hoe minder er gebeurd is om het die kleur te krijgen. Wat we nog wel eens horen met lichtere pruiken is dat het in de nek makkelijk bij elkaar kan gaan klitten. Daarom is het heel belangrijk met wassen dat het niet te veel omhoog getrokken wordt. Dus alles met de richting van boven naar beneden doen. Zoals u ziet is het de eerste keer schuimt het nog niet zo goed. Daarom adviseren wij het ook altijd om het haar 2 keer te wassen. De eerste keer om het vel er voornamelijk uit te krijgen. De tweede keer om het ook goed de verzorging. Dus we gaan van boven naar beneden. Laat het haarwerk met shampoo of zonder shampoo, laat het nooit in het water liggen. Want het haar zwelt uit zodra het met water in aanraking komt. Laat je dit liggen en dit gaat door elkaar klitten, dan hebben we een groot probleem. Dan kan het ene grote klit worden die er niet meer uit te krijgen is. Goed van boven naar beneden. Lekker de lengtes. Mocht u denken, ik vind het een derde keer nodig, omdat het echt te lang geleden is, mag u dat altijd doen. Gebruik nooit andere producten in het haarwerk als wat wij u geadviseerd hebben. U heeft een haarwerk aangeschaft van echt haar, maar wij noemen het altijd toch donorhaar. Het haar is of Indisch, of Chinees, of Europees, maar het heeft toch menig behandelingen gekregen om het de kleur te krijgen wat het nu is. En daarvoor is die verzorging daarvoor speciaal gemaakt. En wil u kwaliteit behouden van het haarwerk, adviseren wij u dit. Okay. Zo, de shampoo heb ik nu goed uitgespoeld. Ook nooit met te warm water, want dan gaat de vezel nog eerder kapot. Het beste is het om toch eventjes het ergste nat eruit te halen. Dit doen we ook gewoon met deppen van het haar. Nu breng ik de balsem aan. Laat even zien. Dit mag vooral niet op het binnenwerk komen. Dus niet op het mutsje waar de haren opgemaakt zijn. Het gaat erom dat het mooi in de lengtes van het haarwerk zit. U kunt eventueel, als de verzorger erin zit, dit goed even lekker doorborstelen.
Dit gaat goed makkelijk met een verzorgertje erin. En dit kunt u goed zo naast de wasbak in laten trekken. Wat ik al aangeef, niet te veel op het binnenwerk van het haarwerk. Dit kan namelijk zorgen dat het haar eerder uit gaat vallen. Het kan de knoopjes aantasten, waardoor u eerder haarverlies krijgt in uw haarwerk. Dus pas hier altijd goed mee op. Zo, wij laten dit lekker 15 minuutjes goed inwerken. We hebben het haarwerk met de balsem weer uitgespoeld. Ik heb hem teruggezet op de standaard. We drogen hem goed af. We gebruiken nu de 2-in-1 spray. Die doen we ook op de lengtes. Lekker in de nekpartijen ook een beetje. Nu borstelt u het haarwerk weer goed door. Dit gaat vrij soepel zoals u ziet. En dan kan u het haarwerk in model brengen. Wij adviseren het of met een föhn op een hele zachte, lichte stand. Zeker niet te heet. Het lekkerste is om hem misschien toch een beetje aan de lucht te laten drogen. En daarna kunt u met verschillende verstevigingsproducten die wij u hier adviseren, want voor lange haar is er weer een ander versteviging of verzorgingsproduct nodig als voor kort haar. En u kunt in het andere filmpje zien hoe wij deze lengte mooi met de borstel met macadamiaolie een mooi kan polijsten en in model kan brengen. Heel veel succes ermee!